Hallo, dames en heren. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Lars Egemers van de IBN. We staan hier op een hele bijzondere locatie. Een locatie die wordt genoemd economische verbindingszone. Hier zijn nog meer plekken van hier in Uden. Zoals je ziet is best wel een mooi groot natuurpark. Hier heb je de kruiwagen vol met al die riet en gras en takjes en eigenlijk van alles. En dan doe ik dat met riet opscheppen. Hier heb ik met een andere collega samen een hoop gemaakt. Nou, in zo'n soort hopen die we doen maken, daar gaan dieren in wonen. Bijvoorbeeld egels, insecten. Die doen hier in overnachten. Gaan we even kijken bij een collega van mij. Waar die aan het doen is. Hoi Lars. Hey Stijn, wat ben je vandaag aan het doen? Ik ben hier die hoop aan het opruimen die onze Johnny met elkaar gerijfd heeft. Die kruiwagen vol is. Dan gooi ik het daar op en op. Nou, dan zeg ik succes Stijn. Ga ik nou even kijken bij de andere collega's. Ja, dat is goed. Dus daar gaan we bij Dave kijken. En jullie zullen afvragen wie is Dave. Dat is ook een collega van mij. Hey Dave! Hey. Wat ben jij aan het doen, Dave? Hoop opladen. Ikke. De kruiwagen gooien. Dan op een hoop gooien. Ikke. Zijn we hier de hele dag mee bezig. Ja, het is wel leuk werk, maar het is ook heel zwaar. En nu gaan we met onze Dave naar de hoop toe. We hebben een lege kruiwagen, die wordt dadelijk weer gevuld. Nou wordt de rest op de hoop gegooid. Best wel zwaar werk, want je moet het goed verspreiden. Zoals je ziet. Je moet ook elkaar complimentjes blijven geven, want dan denken ze ook van yes, nou heb ik het toch weer goed gedaan. Ja. En dat is ook gewoon mooi. Elkaar complimentjes geven. Dat kunnen jullie thuis ook doen. Elkaar als diegene waar je mee werkt of zo, of je bent iets aan het doen thuis, die geeft je een complimentje. Dat vinden ze meestal eigenlijk wel heel leuk. En mooi. Wij gaan hier nou weer hard aan het werk. En we zien jullie bij een nieuwe vlog. Bye bye mensen.